was Etienne Lang, een zeer gelukkige man. Ik had op aarde al wat men zich dromen kan. En kwamen er soms zorgen, die schoof ik weg tot morgen. Ik had de zon en nam nog mijne van. Helaas een enkel briefje van de loterij maakte een einde aan dit goed geluk van mij. U hebt toch ook vernomen wat mij is overkomen. Een echte ramp, geloof me, nee. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik won het grote lot, ik won de 10 miljoen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Met al dat geld, met al die centen, al die koen. Het staat hier zwaar op wit geschreven. Een 2, een 3, een 4, een 5, een 6, een 7. En laatste keer vraag ik u weer. Wat moet ik doen met al die centen, al die koen? Sinds ik nu rijk ben, kan geen dag voorbij meer gaan. Of mijn familie komt van 's morgens bij mij aan. Ze durven het zelfs wagen, mij stilletjes te vragen. Of ze in mijn testament wel zullen staan. En zelfs desnachts doe ik helaas geen oog meer dicht. Omdat dit pak met 10 miljoen onder mij ligt. Ik vrees maar steeds een inbraak, en dat is dan de oorzaak waarom ik weer dit vragen tot u richt. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik won het grote lot, ik won de 10 miljoen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Met al dat geld, met al die centen, al die koen. Ik wil beslist geen mens vervelen. Maar is er niemand die dat geld met mij wil delen? Een laatste keer vraag ik u weer. Wat moet ik doen met al die centen, al die koen? Steeds meer en meer te denken. Zou ik dat geld aan de belastingen niet schenken? Mijn laatste keer vraag ik u weer. Wat moet ik doen met al die centen, al die